Live vanuit de studio, signor Di Luca en signorita Stephanie Jansen. Het laatste nieuws vanuit Denemarken. De afgelopen dagen stoten vele zwemmers hun hoofd aan laaghangende lampen en plafonds. Toch zijn er een paar enthousiastelingen die met onze eigen Piet Paulusma het weerbericht mee willen doen. We gaan nu live over naar locatie. Ja, dankjewel, signor Di Luca. Ja, dankjewel, signor Di Luca. Dan gaan we nu over naar het weerbericht. Special edition met Denemarken en Esbjerg samen met Zeester en Lepa. Je gaat toch niet menen dat we voor niks naar Denemarken gekomen zijn, hè? Ik heb geen idee, man. We zijn hier nu al 10 minuten en we hebben nog steeds niemand gezien. Laten we gaan zoeken. Ja, goed idee. Oh, godverdomme. Jeetje, die shots moeten we gewoon maken, joh. We blijven hier ook maar een dag. Dus ik zie ze nog steeds niet. Ik begin er echt op. Waar zijn ze nou? Nou, je ziet wel dat erin geslapen wordt, maar ja, het zijn sporters die je moet zien. Badpakken, baddoeken. Zou ik een zwembril in de zwembril ook staan? Piet Paulus maar met een zwembril. Misschien kan ik. Zet hem op, zet hem op! Is het goed, hè? Zeker weten! Kom op, verder! Zijn ze hier? Nee, ook niet. Ik geef nou echt nog rust. Kijk, ik wil daar meteen nog steeds. Die kunnen buiten, kom. Ik kom eraan! Kijk nou, ik heb ze gevonden. Don't stop moving till you get into the groove, baby! Wiggle, dat was hem. Hij deed veel anders, hè? Jongens en meisjes, hoe bevalt jullie de trainingsweek? Prima. Ja? Ja, het is keileuk. Is het niet zwaar? Ja, af en toe. Af en toe? Wel goed slapen. Nou heb ik gehoord dat jullie morgen een soort van rustdag hebben. Wat gaan jullie daar doen dan? We gaan eerst ochtends trainen en daarna gaan we vliegers maken. Dan gaan we naar het strand en dan gaan we vliegen. Ze gaan naar het strand? Nou, dan gaan we over naar het weerbericht. Morgen, het strand weer. Een 9 geef ik voor een vlieger. Nou, zullen we zeggen. Een 10. Dus verder wens ik jullie heel veel plezier morgen. Oetmoen! Oetmoen!